Hoofdstuk 9, paragraaf 4. Staande golven. In paragraaf 1 hebben we gekeken naar de categorisering tussen lopende golven en staande golven. Toen hebben we de lopende golven behandeld. Nu is het tijd voor de staande golven. Maar voordat we gaan kijken naar staande golven, is het eerst belangrijk dat we even kijken naar interferentie. Dat is een belangrijk verschijnsel bij golven. Sterker nog, als er meerdere golven door één medium gaan. Wat gebeurt er als die twee golven elkaar tegenkomen? Het antwoord is niets. Het lijkt alsof ze gewoon door elkaar heen lopen. De twee golven trekken zich niets van elkaar aan, zoals op dit filmpje te zien is. Hier zie je twee golven en die lopen gewoon door. Allebei de golven lopen door. Ja, ze gaan gewoon door elkaar heen. Wil je dan weten hoeveel de uitwijking van ieder deeltje afzonderlijk is, dan berekent je hoeveel de uitwijking is ten opzichte van de ene golf. Je rekent uit hoeveel de uitwijking is ten opzichte van de andere golf, of als gevolg van. Die twee uitwijkingen tel je bij elkaar op en je krijgt de uitwijking van het deeltje. Dat doe je voor alle deeltjes en dan krijg je de totale situatie van het medium. Nou, dat hele verschijnsel dat twee golven gewoon dwars door elkaar heen kunnen lopen, dat je op de plek waar de twee golven door elkaar heen gaan de uitwijking moet optellen, dat noemen we interferentie. Nou, als je nou een heleboel golven door elkaar heen laat lopen, dan gaat er al meerdere dingen gebeuren. Dan kunnen echt golven elkaar gaan versterken. Dat is ook al bij twee hoor, kan het ook. Als ze elkaar precies helemaal versterken, dan spreken we van constructieve interferentie. Nou, hier zien we twee golven. Die komen op dezelfde manier aan, dat heet in fase, zoals we hopelijk nog uit hoofdstuk 4 weten. En ga je die bij elkaar optellen, krijg je dus deze nieuwe golf. Alle deeltjes stellen we eigenlijk dezelfde uitwijking bij elkaar op. Doe het met de energieën, gaat er nog iets veel leukers gebeuren. Want als je de energieën van deze optelt, de bovenste een golf van energie 1, de onderste een energie van golf van energie 1, dan wordt de totale golf wordt een golf van energie 4. Dus 1 plus 1 is 4 als je de energie optelt. Apart soort wiskunde lijkt het wel. Twee golven kunnen elkaar ook precies tegenwerken. Dat noemen we dat destructieve interferentie. Bij destructieve interferentie krijg je dit als de ene golf, dat is de andere golf. En die uitwijkingen zijn iedere keer precies het tegenovergestelde van elkaar. Wat gebeurt er als je dat gaat optellen? Ja, helemaal niks. Dan krijg je een rechte lijn. Dan zijn de golven die doven elkaar precies uit. Dat noemen we destructieve interferentie. En ook dit wordt energetisch gezien een hele leuke optelling. Want je krijgt een golf met energie 1 plus een andere golf met energie 1. En samen wordt het energie 0. En bij een golvend systeem, met een interfererend golvend systeem, krijg je 1 plus 1 is 4, 1 plus 1 is 0 en alle varianten daartussen. Als je nou een heleboel lopende golven door elkaar heen laat lopen, kun je resonantie krijgen. Als een lopende golf aan het einde van een medium komt, dan weerkaatst die. Dat zag je op het videootje ook gebeuren. Hij kwam bij het uiteinde en daar kaatste die terug. Nou, als een golf weerkaatst, dan gaan er dus golven heen en weer lopen. Ja, en als ze heen en weer gaan lopen, komen ze elkaar tegen. En dat betekent dus, die gaan interferentie geven. En als je nou maar golven blijft sturen, dan gaan er dus een heleboel lopende golven gaan door elkaar heen lopen. Maar als je nou de juiste golflengte combineert bij de juiste lengte van het medium, en dat moet echt precies passen, dat die twee precies op elkaar zijn afgestemd, en we zullen later deze paragraaf zien wat die juiste verhouding tussen golflengte en lengte van het medium dan precies moet zijn, dan krijg je bepaalde nette patronen. En die nette patronen, dat zijn staande golven. Ondanks dat er dus een heleboel golven ook over elkaar heen lopen, zien we geen golf meer lopen. We zien eigenlijk alsof de golf stil gaat staan. En dat is het dus het gevolg van een heleboel lopende golven door elkaar heen. Dan noemen we dat een staande golf. En dat zijn frequenties waarbij het systeem gaat meetrillen als je het in een gedwongen trilling zou brengen. Dus dit is een resonantie. Maar het is nog veel leuker. Bij golven heb je meerdere resonantiefrequenties, een heleboel.
Nou, dat betekent dus dat we iets moeten doen met die meerdere frequenties. We moeten ze onderscheiden van elkaar. De laagste frequentie waar resonantie geeft, dat noemen we de grondfrequentie. En de golf daarbij noemen we de grondtoon. Dus de laagste frequentie ga je gewoon vanuit frequentie 0, bijna 0, beginnen. En ga je zoeken wanneer gaat hij voor het eerst resoneren. En degene waarbij hij dat voor het eerst gaat doen, dat noemen we de grondfrequentie. En daar hoort bij, hoort dus de grondtoon. Dan ga je frequentie verder opdraaien. Dan zal je voor de rest telkens op volgorde meerdere frequenties vinden. Als je het helemaal goed doet, zo in het oneindig veel, wat praktisch onmogelijk is. En al die frequenties die we hoger krijgen, dat noemen we boventonen. En die nummeren. Eerste boventoon, tweede boventoon, derde boventoon, vierde boventoon, vijfde boventoon, 495e boventoon, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, dat geheel wordt ook duidelijk gemaakt op een volgende video. Deze komt uit het Duitse programma Die Knopf-Hoff Show. Hier heb ik een Shuichi, dat is een chinesische Wasserschüssel. En Sie sehen, wenn ich jetzt mal hier über diese Griffe streiche, dann beginnt diese Wasseroberfläche zu schwingen, Tropfen entstehen. Und das sieht so aus, als ob ich eine Resonanz erzielen kann. Nun, in der Ming-Dynastie im 14., 16. Jahrhundert haben die Priester damit ihre Vorhersagen vor Publikum bestätigt. Heute hat sich ja alles etwas geändert. Aber was wirklich passiert ist, dass ich mir die Hände feucht machen muss, dann streiche ich über die Griffe und dann gleitet meine Hand einmal über die Griffe, bleibt dann wieder hängen, gleitet wieder. Und diese Schwingungen werden hier auf diese Schüssel, die eine ganz spezielle Metalllegierung hat, übertragen und dadurch schwingt das Wasser. Heute ist alles etwas unromantischer. Wenn Sie in ein Schnellrestaurant gehen, haben Sie ja solche Becher zur Verfügung. Wenn dann auch noch die Tischoberfläche rau ist, dann können Sie ja mal den Becher hin und her schieben. Und dann sehen Sie, da beginnt dieser Becher auch zu schwingen. Und das Wasser in dem Becher, das reagiert darauf. Da gibt es also auch eine solche Resonanzfrequenz. Wenn man etwas intelligenter diese Resonanz benutzen will, dann nimmt man hier diese Röhre, die ist mit Flüssigkeit gefüllt. Hier gibt es einen Lautsprecher, der erzeugt die Schwingungen. Jetzt wollen wir mal einen Ton abstrahlen. Und Sie haben gesehen, hier in diesen beiden Bereichen, da wird das Wasser regelrecht aufgepeitscht. Es entsteht eine stehende Welle. Man kann von diesen aufgepeitschten Bereichen die Wellenlänge ablesen. Nun arbeiten wir mal mit einer anderen Frequenz. Sie sehen, da haben sich drei Druckbereiche ausgebildet, also eine andere Wellenlänge war in Resonanz in dieser Röhre. Nou, in deze video, bij dat laatste stukje voornamelijk, in die buis, zie je dat die golf op bepaalde plaatsen dat water helemaal rond die buis laat spoelen. De golf laat het geluid wat door die golf heen, door die buis heen en weer gaat, brengt het water zo in trilling dat het zichzelf helemaal rond de buis spoelt. Maar op andere plaatsen zie je het water eigenlijk stilstaan. Nou, zo'n plaats waar dus dat water bijna stilstaat, dat noemen we een knoop. Als er een heleboel van die golven heen en weer gaan lopen en het is bij de juiste frequentie, dan spreken we van een knoop waar altijd destructieve interferentie optreedt. En waar altijd constructieve interferentie optreedt, dus maximaal versterken, daar noemen we dat een buik. Daar is de amplitude maximaal. Nou, dat kun je nog een beetje kijken met snaren. Als je een snaar goed zou bekijken, dan zal je als deze snaar een trilling brengt, zou je deze figuur gaan zien. Niet dat er ineens uit één snaar twee snaren komen, maar een snaar gaat dan zo snel heen en weer bewegen, dat je alleen zijn uiterste standen gaat zien. En dit zijn zijn uiterste standen. Bij dit patroon, hij staat stil aan het uiteinde, aan de andere kant ook het uiteinde staat stil. Ja, de snaren zitten vast aan twee uiteinden, dus dan moet je wel aan beide kanten, als die, waar die vast zit, moet een knoop zitten. En in het midden krijgen we één buik. Nou, dit is de laagste toon waarbij die gaat resoneren, dit is de grondtoon dus. En wanneer treedt deze op? Deze trillingsmodus, eerste trillingsmodus, wordt het ook wel genoemd. Die treedt op als de lengte van de snaar precies gelijk is aan de helft van de golflengte.
Gaan we de frequentie wat opvoeren, dan kunnen we het volgende patroontje deze krijgen. Hier zien we weer knopen aan het uiteinde, maar nu ook een knoop in het midden. En dan twee buiken ertussenin. Dat is de eerste boventoon, ofwel de tweede trillingsmodus. En nu is de lengte van de snaar precies gelijk aan één keer de hele golflengte. Dus als je de frequentie gaat aanpassen, ja, een hogere frequentie betekent een kleinere golflengte. En een kleinere golflengte, als die golflengte precies zo groot is geworden dat die helemaal in die snaar past, dan heb je de eerste boventoon te pakken. En als je de manier van werken al een beetje door hebt, dan weet je wat de volgende gaat worden. Dit patroontje, twee buiken in het midden. Dat noemen we de tweede boventoon, ook wel N is 3. En dan is de lengte van de buis precies gelijk aan anderhalf keer de golflengte. De lengte van de snaar, moet ik natuurlijk zeggen. Wat is hier dan nog meer aan te zien? Nou, kijk eventjes goed. De eerste, 1 tweede lambda, 2 tweede lambda, 3 tweede lambda. Als je hem op deze manier noteert, dan zie je hopelijk een verband met die N erin. Bij N is 1 krijg je dat de lengte precies gelijk is aan 1 tweede lambda. Bij N is 2 heb je 2 tweede lambda, bij N is 3 heb je 3 tweede lambda. Die N, dat is het aantal buiken wat je ziet. Dat is de trillingsmodus, hè. En de nummer van de boventoon, dat is het aantal knopen wat je in het inwendige ziet. Dus die bovenste is de grondtoon. Daar zitten alleen maar knopen aan het uiteinde, maar niks in het midden. Niks binnenin, niks in het inwendige. Dat is de grondtoon. Bij de eerste boventoon 2 knopen aan het uiteinde, uiteraard. Maar er zit er ook 1 in het midden, eerste boventoon. En zo herken je dus het patroontje eerste en tweede boventoon. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn natuurlijk oneindig veel boventonen. In theorie. Maar je kunt niet alleen snaren laten resoneren, je kunt ook buizen laten resoneren. Dat zagen we in dat videootje. Hoe zit het daarmee? Oh, dat wordt een leuk partijtje rekenwerk. Want je kan namelijk een buis zowel open als dicht laten om te laten trillen. En bij een gesloten systeem, bij N is 1, dan zit er een knoop aan het uiteinde, want bij een dicht uiteinde zit er altijd een knoop. En ja, dan bij de laagste grondtoon zit er zo min mogelijk tussen, dus dan heb je een buik in het midden. En bij het half open, half gesloten systeem zit ook een knoop aan het dichte uiteinde, maar bij een open uiteinde zal altijd zich een buik bevinden. Dus hier is knoop en buik, ja, en dan heb je de grondtoon al. Meer zit er niet tussen. Tweede trillingsmodus, eerste boventoon. Nou, dan gaan we de eerstvolgende patroon nemen wat past, maar zo min mogelijk ertussen zetten. Nou, we hadden knoop, buik, knoop. Nou, dan moet zo min mogelijk bij. Dan komt er dus een buik en een knoop bij. Knoop, buik, knoop, buik, knoop. En bij het half open, half gesloten systeem, hetzelfde principe. Knoop, buik, knoop, buik. En bij NS3, nou, je kan hem al wel raden. KB, 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 K. En KB, 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 KB. Dus de ene eindigt altijd, het gesloten systeem heeft aan beide kanten een knoop zitten. Het half open, half gesloten het systeem heeft aan het einde altijd een knoop, aan het andere altijd uit een buik. Wacht even. In het gesloten systeem zien we dus telkens, beginnen we met een halve golflengte en daar komt telkens een half golflengte bij. Bij het half open, half gesloten systeem beginnen we met een kwart golflengte en daar komt telkens een halve golflengte bij. In formulevorm krijgen we dan voor het gesloten systeem L is een half N keer lambda. Die hadden we eigenlijk ook op de vorige bladzijde al afgeleid zonder hem zo te noemen. En als je dat gaat omrekenen met frequenties erbij, dan is F0 de grondfrequentie. Die is gewoon de definitie, zo hoort. Die gewoon de grondfrequentie noemen we F0. Dus F1 is dan gelijk aan 1 keer F0. Eigenlijk is F1 hetzelfde als F0. Maar F2, de frequentie die hoort bij de eerste boventoon, die is dan precies 2 keer de frequentie van de grondtoon. En bij de tweede boventoon, de derde trillingsmodus, is dus de frequentie die erbij hoort 3 keer die van de grondtoon. Bij het half open, half gesloten systeem ziet de formule er een klein beetje ingewikkelder uit. Ja, hij ziet er ingewikkelder uit, maar in feite staat hier, je begint met een kwart golflengte en daar doe je telkens een halve golflengte bij. Dus die min een half die er tussen de haakjes bij staat,
is om er de rekening mee te houden dat je bij de eerste trainingsmodus eigenlijk een kwart golflengte mist. Ook die kan je ombouwen naar de frequentie en dan blijkt dat de frequentie Fn van de zoveelste boventoon, de n-de trillingsmodus, gelijk is aan 2n-1 keer F0. Maar ga je die uitrekenen, dan zie je dat die gesloten systeem, dat geldt ook voor snaren, maar dat bij die, daar komen dus de even en oneven veelvouden van de grondtoon in voor, maar bij die andere alleen de oneven veelvouden. Dat is een techniek om te herkennen. Het is een standaard examenopgave om een aantal opeenvolgende boventonen, frequenties van boventonen te geven. En dan de vraag erbij gesteld, laat met een berekening zien of hier sprake is van een gesloten systeem of van een half open, half gesloten systeem. Nou, dan moet je gaan terugrekenen wat de grondfrequentie is. En maar gaan zoeken, heb ik dan alle veelvouden, dus de 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer, 6 keer, 7 keer, 8 keer, 9 keer, dus ook de even veelvouden van de grondtoon erin zitten. Dan heb ik een gesloten systeem en heb ik alleen oneven veelvouden, dus 1 keer, 3 keer, 5 keer, 7 keer, 9 keer, 11 keer enzovoort, zoveel keer de grondtoon, dan heb ik een half open, half gesloten systeem. Nog één laatste opmerking. Waar is nou het systeem wat aan beide kanten open is? Want die bestaan ook. Kunnen die resoneren? Jazeker. Krijg je daar aparte formules voor? Nee, want die staan er al. Namelijk het systeem wat aan beide kanten open is, werkt precies als het systeem wat aan beide kanten dicht is. Het enige verschil wat je ziet in de tekeningetjes, komt waar nu een knoop staat, wordt een buik, en waar nu een buik staat, wordt een knoop. En voor de rest zijn de formules die eronder staan, gelden exact hetzelfde. Ja, en daar moet je dan maar weer eens een keer wat opgaafjes over gaan maken.